Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Stranatori. In deze aflevering praten we met Pakito Stefano Biervliet, want hij staat op het punt een nieuwe beweging te lanceren. Met deze beweging wilt hij een frisse wind laten waaien door de politiek in Suriname. Nadat hij eerder in het bestuur zat van de Partij voor Recht en Ontwikkeling, Pro, heeft Pakito besloten deze partij te verlaten. Zijn vertrek is ingegeven door oneenigheid over het huishoudelijk reglement van Pro. Met zijn nieuwe beweging wil hij de Surinaamse samenleving op een andere manier benaderen. Uiteindelijk zal hij met zijn volgers aansluiting zoeken bij een politieke partij. Wij spreken vandaag met hem. over. Oh, hierover. Meneer Pakito, welkom in het programma. Wat zijn de belangrijkste beweegredenen waarom u de PRO heeft verlaten? Nou, um, je moet nagaan, er zijn huishoudelijke regels in um, de PRO. En een van de regels is um, wanneer je verdacht bent van een kees. Word je geschorst van het hoofdbestuur als je deel bent van het hoofdbestuur? En ik was daar uh, oneens over en ik heb de partij daar, uh, daarvoor gelaten. Je moet nagaan, als, uh, als je verdacht bent van een kees en rijdt door groen en de politie zegt je rijdt door rood en je bent verdacht daardoor, moet je bij haar geschorst. Dat, dat past niet in mijn straatje. Dus ik heb me teruggetrokken van de partij. Dus ik heb de partij bedankt. En het ging om de zaken van 17 februari? Zeker. Het ging om 17 februari, waarbij ik uh, hoofdverdachte was van de kies. Um, wij allemaal hebben meegemaakt wat is gebeurd 17 februari. Traangas is gegooid, wapens waren getrokken. Um, en ik, ik vind dat je me daarvoor niet kan schorsen. En wat is de visie en missie van de nieuwe beweging waarmee u gestart bent? Het wordt een movement en deze movement gaat ervoor zorgen... dat duizenden mensen naar deze politieke partij moeten gaan... Duizenden mensen die achter me staan. Duizenden de mensen die voelen dat het slecht gaat in Suriname. En dat we het anders moeten doen. Um, het is een kaas dat we ook nemen. Want het is altijd zo geweest dat in elke verkiezing die we hebben... is het nooit perfect gegaan. Er zijn altijd gelden gestolen, Er zijn altijd ditjes en datjes. Maar we gaan een kaas moeten nemen dit keertje. We nemen het altijd. We nemen het om de vijf jaren. Dus we gaan een kaas nemen dit keertje. Maar dit keertje willen we dat deze partij grandioos moet... Um, uh, ...moet winnen. En ik ga ook deel uitmaken van deze partij. En welke veranderingen zou u teweeg willen brengen? Punt 1 Ons medische sector is baarslecht. Onze veiligheid hier in Suriname is baarslecht. Um, kinderen en mensen met gebrekken krijgen geen ondersteuning. A.o.v. mensen zijn onderbetaald. Um, binnenland is een chaos. Um, veel wordt niet opgehaald. Alles in Suriname gaat op dit moment slecht. De sporters krijgen geen steun. Um, mensen kunnen geen schoolgeld betalen, geen schoolspullen betalen. Um, bus zelf om naar het werk te gaan gaat moeilijk. De benzineprijs is iedere keer dat dit omhoog gaat. Te veel dingen dat ik kan opnoemen. Corruptie wordt gepleegd. En in plaats van dat politieke leiders opkomen voor het land, komen ze op voor hun partij en vechten constant met hunzelf in plaats van naar voordelen zoeken. Hoe gaan we Suriname um, oplossen? Uh, 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 hoe gaan we het beter maken? Wat kunnen we doen om Suriname. Dat groei te brengen. Maar ze vechten iedere keer onderling met elkaar. En dat is het beleid deze vijf jaar geweest. En dit beleid moet weggaan. En u gaf het aan uh, een partij te gaan ondersteunen of zich gaan aansluiten bij een partij. Uh, aan welke criteria moet deze partij voldoen en uh, welke partij heeft u op het oog? Ik heb nog geen partij op het oog, maar hetgeen wat ik heb uitgelegd. Moeten ze gaan verbeteren. Alle punten die ik heb opgenomen, moeten ze gaan verbeteren. We moeten nu ons ook gaan focussen in het binnenland. Want hun zijn ook mensen zoals ons. Er is geen stroom in het binnenland. Natuurlijk, niet elke gebied, maar heel wat gebieden in het binnenland hebben geen stroom. Begrijp je? We moeten niet alleen focussen op EBS. We moeten ons ook gaan focussen op zonne-energie, op zonnepanelen. We hebben genoeg contacten in de Panama bijvoorbeeld. Genoeg mensen met, met, met een. Um, veel kennis van, 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 van zonnepanelen. Ook hier in Suriname hebben we dat. En daarin moeten we gaan uh, uh, focussen. We moeten gaan focussen op oplossingen. Hoe kunnen we Suriname beter maken? Ik wil nu bijvoorbeeld niet meer praten over wat Santoki heeft gedaan, of wat Bouters heeft gedaan, of wat Filichian heeft gedaan. Wij als nieuwe generatie, of wij van de nieuwe generatie moeten ons focussen naar de toekomst. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we Suriname beter maken? En dat is mijn visie. En vertelt u ons meer over die beweging? Um, um, wat maakt deze beweging uniek en scheidt deze uh, beweging van andere politieke organisaties of andere bewegingen? Nou, deze movement heeft meer te maken met bepaalde districten, of eigenlijk bijna alle districten in Suriname, waar we gaan landelijk. Waarbij ik naar hun problemen ga luisteren. Um, je moet nagaan, we zijn in een situatie waar er heel veel zwevende kiezers zijn. En deze zwevende kiezers die staan achter mij. En met deze zwevende kiezers wil ik naar de partij gaan. Je moet nagaan, we moeten het grandioos winnen en we gaan het ook grandioos winnen. Weet je, maar deze movement gaat bepalen wie deze verkiezing gaat winnen. En hoe hebben andere politieke partijen of organisaties gereageerd op deze movement waarmee u gestart bent? Nou, bepaalde goed, bepaalde willen mij een hele partij hebben. Maar um, je moet nagaan, ik wil, van, ik wil zien wat ze vanaf nu doen. Ik wil zien wat ze de afgelopen vijf jaren hebben gedaan. Waarom speciaal voor de verkiezingen? Begrijp je? Iedereen wil iemand in een partij die een achterband heeft. Maar wat kan jij betekenen voor het volk? Begrijp je? Belangrijk voor mij is dat er moet aandacht geschonken worden aan... de sociaal zwakkere armen mensen. Um, de studenten, de scholen. Um, als medische sector. Alle punten zoals in het verleden dat ik net heb opgenomen, Die moeten bewerkstelligd worden. Weet je... Um en ik ben nog bezig te praten. Ik moet ook weten wie aan de leiding is. En wie gaat overnemen. Je weet toch, dat zijn echt belangrijke punten voor mij. Is er een vernieuwing in de partij gekomen? Zijn het nog steeds de oude mensen? Is er nog, een, is er nog steeds één baas in een partij? Dat zijn belangrijke factoren. En daarnaar kijk ik. En tot die het dat kan tussen februari en maart zijn, dan gaan we het langs naar de werkenpartij gaan. Ja. En hoe is de ondersteuning vanuit de samenleving? Heel goed. Heel goed, heel goed. Um, beter dan verwacht. Um, we hebben 17 november hebben we weer een vergadering om een beetje te 300 en 400 mensen. Um, en dan zoeken gaan we naar verschillende districten. En allemaal gaan we naar 5, 6, 7000 mensen. Portaal. Dus dat wordt het En wat zijn de zaken die u heeft geleerd um, tijdens uw periode um, bij de pro? En wat zijn de lessen die u meeneemt? Niet iedereen is je vriend in politiek. En niet iedereen is je vijand in politiek. Dat wil ik iedereen leren. Um, ik weet ook dat bijna iedereen een prijs heeft in politiek. Ik heb ook geleerd dat zelf. jonge, domme mensen oud worden. Dus niet iedereen die oud is en ouder is dan jou, heeft kennis. of heeft, heeft weet van zaken. Begrijp je? Het probleem hier in Suriname is. Jongeren krijgen niet de kans om zichzelf te ontwikkelen. De ouderen denken altijd dat ze het beter weten. Niet dat ze, het niet, niet dat ze niets weten. Maar we moeten van elkaar leren. Weet je, en ik wil mij gaan um, focussen op de jongeren. Ik wil me focussen op de ouderen. Ik wil me een beetje focussen op alles. Maar ik heb veel geleerd. Ik heb ook geleerd dat ook al ga je met beeldmateriaal naar de rechter, kan je gevangenis worden. Zwart op wit. Het hele systeem is fysiek. Begrijp En dat alles moet veranderen, dat alles moet veranderen. En in hoeverre denkt u dat de Surinamse politiek open staat uh, voor uh, nieuwe bewegingen of nieuwe ideeën? Ze hebben geen keuze, want met de tijd kan je niet vechten. Allebei de het ecco Dus ook al willen ze niet dat de regels de jongeren moeten afbreken, ze hebben de ene tactiek, buiten 70 plus. Rusland 60 plus, als ik het goed heb. Santokie 50 of 60. Plus. Ze worden allemaal oud. Ook al willen ze blijven, God gaat ervoor God gaat bepalen dat de jongeren gaan overnemen. God gaat bepalen dat de jongeren de kans krijgen op zijn tijd. Als we nu met de oudjes moeten rollen, dan zullen we rollen. Maar we zullen overnemen, een je. En we zullen Suriname dat geweldig laten maken. En wat zijn de korte en lange termijn doelen van deze beweging? Punt 1. Het is kort tijd, zoals je weet. Het kost veel geld. Het lukt me aardig. Uh, aardig. We zijn naar Parijs gegaan. Uwaga, Libijf, Arki, ook Waghalibi, Arkibapal is aan de We zijn bezig in de stad. maar weinig is druk bezig. We zijn druk bezig. Die movement is aan het groeien. Die movement is zo snel aan het groeien dat ik zelf ben verrast van... Dat mensen zijn moe van oud-politiek. En wat bedoel ik met oud-politiek? Ze, ze zijn moe van beloftes. Ze zijn moe van dezelfde gezichten die blijven liggen. Ze zijn moe van corruptie. Ze zijn moe om niet geholpen te worden, want die mensen zoeken naar hulp. Het enige wat Suriname zoekt nu is hulp. Alladessumajina ze naar zoeken Hoe ze gaan overleven, of ze overleven, de Roko, Roko En even Roko dat is het onderbetaald. Kijk, in een weekje, hoeveel keren benzine Omhoog is gegaan. In een week of twee weken loop om op mijn akkoord op. Die mensen zoeken naar hulp. Weet je, en als ik de persoon moet zijn die een handje geeft, dan so be da helpen we elkaar. Maar je hebt niet, je de man. En hoe ziet u zelf over vijf jaar uh, binnen de politiek? Nou, ik, ik, ik wil geen uitspraken doen hoe ik mezelf zie over vijf jaar. Ik leef in het moment. Bepaalde mensen zien zichzelf als president, andere als minister. Ik wil gewoon daar zijn voor het volk. Daarom ga ik in politiek, om daar te zijn voor mijn mensen. Ik heb geen andere, andere uh, uh, intentie. Als ik minister word, dan word ik minister. Als ik president word, word ik president. Als ik directeur word, word ik directeur. Maar mijn main goal is om de mensen bewust te maken. Om die mensen scherp te houden in Suriname. Je moet nagaan, als we zijn, je moet dat niet zo zijn. Bijna actie, nobodig. We zijn al elf jaren in dat ding. Begrijp je? Mijn purpose in... Of mijn doel in politiek is om mensen scherp te houden, mensen bewust te maken, mensen te motiveren om niet op te geven. Dat is mijn doel in, in, in politiek. En als we ons bezighouden, zoals jezelf en zoals mezelf hier, in politiek is ons goal land en volk. Geen enkel ander ding. Wat erbij komt is meegenomen, maar ons doel is land en volk. En daarom is mijn slogan Suriname eerst dan de rest. Maar het komt goed. En de oil en gas ontwikkelingen, de FID die getekend is, heeft u opmerking daarop? Nou, je moet nagaan, er is 20% dat van Suriname. Gaat zien. Nu wil men gelden van tevoren nemen. Isab de Hanger ook. Op. Mijn focus is nooit gas en oil geweest. We hebben meerdere dingen in Suriname. We moeten ons gaan focussen op suiker. We moeten ons gaan focussen op een staatsgoudconcessie. Hetgeen dat we al hebben. We moeten focussen op wat we al hebben. En dat is goud. Er moet een staatsgoudbedrijf komen waarbij wij ons goud, ons eigen Surinaams goud, in de banken pompen. En met dat geld krikken we ons munt eenheid. Zo werkt, zo doen we zaken. Maar wat zien we? De goudsectoren zijn van individuele mensen. Niks gaat naar de staat, het gaat alleen naar mensen. Terwijl wanneer we het pompen in de staat, wanneer we het pompen in de banken, kunnen we wat betekenen voor de leerkrachten. Ze verdienen 7.000, het moet 20.000 worden, 25.000 als medische sector. Noem maar op, alle sectoren kunnen we boosten daarmee. En kunnen we ons land zelf opbouwen. We hebben niet eigenlijk geen internationale hulp nodig. Hetgeen dat wij hebben hier in Suriname, heeft iedereen nodig in het buitenland. En wij hebben het gratis hier in Suriname. Het management is fout hier in Suriname. Politiek is voorziek en corrupt en bekrompen. Je moet nagaan, we hadden de president, um, Santuki, die 2020 aan de macht kwam. En hij wist precies wat hij moest doen, weet je nog? Hij wist precies wat hij moest doen. Hij komt eraan, hij weet niet wat hij moet doen. En alles schrijft hij naar de, de vorige regering. Is de vorige regering, is de vorige regering. Wanneer je komt om een land over te nemen, moet je voorbereid zijn. Je moet weten dat je te maken hebt met mensen die hulp nodig hebben. Het land zit in problemen. We hebben schulden, criminaliteit. Alles moet je goed weten te managen. managen. Als je niet weet te managen, ben je niet ready voor politiek. En de president Zantok was duidelijk niet ready voor politiek. Hij heeft meer reisjes gemaakt, vrienden in het buitenland, dan wat het betekent voor zijn eigen mensen in Suriname. En dat is duidelijk, dat zijn feiten. Is er tot slot nog een boodschap uh, voor de Surinaamse samenleving? Oké, okay, wij Surinamers in Suriname, internationaal zelf in Nederland, België, Amerika, wij mogen nooit, never nooit hoop verliezen in Suriname. Ook al hoe erg de situatie is, laten wij eenheid creëren. Laten wij eenheid vormen in Suriname. De Creole, de Indiestaan, de Japan, de Indiaan, de Chinees, noem maar op. Wie dan ook komt in Suriname, laten we eenheid creëren. Alleen door eenheid en door liefde kunnen wij Suriname opbouwen. Door eerlijkheid en een stabiliteit in Suriname. Serena city Suriname eerst dan de rest. Zo is het gehoord van Pakito Stefano Birvliet, met wie we gesproken hebben in deze aflevering. Hij zal binnenkort een nieuwe beweging lanceren en deze beweging zal een politieke partij ondersteunen. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sanatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.